Heb je niet lang hoeven twijfelen om de stap naar deze club te maken, Jan Harry? Uh, nou, ik heb er goed over nagedacht. Uh, ik ben al een tijdje uh, transfervrij en uh, ik heb alle opties uh, goed overwogen. En, uh, ja, dit voelde het beste, dus uh, ik ben erg blij dat ik hier heb getekend. Slaat dan op een gegeven moment, als je, als je transfervrij bent en er gaat niet gelijk heel concrete dingen spelen, slaat dan de twijfel toe? Ja, er waren wel concrete dingen, maar. Uh... Niet wat ik zocht of uh, waar, waar, wat ik wilde. En uh, ja, dan uh, moet je geduld hebben en uh, zorgen dat je fit blijft. En uh, ja, als het fijner dan komt. En, uh, ik heb twee goede gesprekken gehad met de technisch directeur en de trainer. En uh, ja, toen was ik er wel uit. Ja, want eigenlijk begrijp ik, had je de zin in gezet om een buitenlandse avontuur, maar dan klopt opeens deze club aan. Klopt. En uh, wat gebeurt er dan? Ja, wat ik al zei, uh, ik heb door die gesprekken een goed gevoel gekregen. En uh, ik heb er goed over nagedacht. En uh, ik denk dat dit de beste stap voor mij is in mijn carrière. In hoeverre heb je ook gesproken met die oud vloeggenoot van jou. die ook deze zomer de overstap naar deze club heeft gemaakt? Ja, daar heb ik ook mee gesproken. Uh, ik heb hem gebeld. En uh, ja, hij was uh, lyrisch over deze club. Hij uh, had de uh, open dag meegemaakt. En uh, ja, hij, uh, hij zei dat ik moest komen. En uh, ja, dat is gebeurd. Ja, toch maar luisteren naar hem dan. Ja, nee, het was uit, uiteindelijk was het uh, was wel fijn om even iemand te spreken die je al goed kent en uh, die je helpt in je beslissing. Al zonder dat je die open dag, de, de helikopter en dergelijke, dat je dat hebt moeten missen dan? Of was het gewoon niet haalbaar om eerder te komen? Nee, het was, uh, het was niet haalbaar. En uh, het is inderdaad jammer. Uh, ik heb wel de beelden gezien en uh, ja, het zag er fantastisch uit. Dus, uh, ja, het is jammer, maar uh, niet onoverkomelijk. Start van de Eredivisie staat voor de deur, hè? duurt nog maar heel kort voordat we met z'n allen weer gaan, gaan beginnen. Hoe, in, in hoeverre ben jij er klaar voor? Want natuurlijk een tijdje zonder club gezeten, voor jezelf getraind, hoe, hoe sta je ervoor? Nou, ik ben eigenlijk wel topfit. Uh, ik heb voor mezelf uh, met personal trainer heel hard getraind en uh, ik ga vanaf morgen met, uh, met de groep mee trainen en uh, dan zullen we kijken hoe ik ervoor sta. Ja, is het belangrijk om dan in dat ene oefening wat nog resteert, om daarin dan gelijk ook je minuten te maken om, om in dat ritme te komen? Uh, dat weet ik niet. Ik ga morgen met de trainer overleggen en dan uh, zullen we zien hoe ik ervoor sta. Uh, ja, ik denk dat ik vrij, vrij snel uh, klaar voor ben. Wat voor gesprek was het met, met die trainer? Wordt daarin ook gelijk inhoudelijk gesproken over op wat voor posities hij jou ziet spelen bij dit Feyenoord? Ja, gewoon uh, ook het gevoel wat, uh, wat de club geeft, hoe graag ze je willen. Uh, vertrouwen wat je voelt, daar gaat het, een beetje, uh, gaat het om in zulke gesprekken. En, uh, ja, ik voelde gelijk een, uh, een goede klik, dus dat is wel belangrijk. En, uh, en dan heb je het ook over inhoud, uh, zoals uh, hoe Feyenoord wil gaan spelen en waar ze jou dan zien. En, uh, ja, als dat dan ook uh, goed is, dan uh, zorgt dat wel voor een goede, uh, goed gevoel. Ja, want jij wordt vaak uh, verdediger genoemd nu, maar, maar je kan ook op, op andere posities, bijvoorbeeld op het middenveld, spelen. Hoe, hoe zie je jouw eigen rol binnen dit Feyenoord? Inderdaad iets wat, wat kan wisselen of toch op een vaste stek? Nee, gewoon op een vaste stek uh, achterin. Um, hoe word je dan ontvangen op zo'n zo eerste dag uh, hier? Is dat al gelijk met medespelers en, en, en hoe, hoe werkt dat? Ja, ik heb uh, een heleboel nieuwe indrukken gekregen en uh, nieuwe mensen leren kennen en uh, ja, dat is heel hartelijk. En ik heb uh, de jongens in de kleedkamer ook even een hand gegeven. En, uh, ja, vanaf morgen zal ik uh, elke dag hier zijn, dus dan zal het wel uh, wat gaan wennen. En nu uh, ja, was leuk om ze te zien. Spannende stap ook naar een, uh, ja, terug naar een topclub daar waar, waar het allemaal begon en aanvankelijk niet gelukt is. Ja, ik heb zin in deze nieuwe stap, en uh, ja, ik ga zorgen dat ik uh, alles ga geven hier.